De Brandenburger Tor, de Rijkstaak, de Berlijnse Muur, allemaal toeristische trekpleisters van Berlijn. Maar Berlijn is ook een zakenstad bij uitstek. En vandaag gaan we op bezoek bij de grootste fabrikant van portofoons. En dat doen we met de Nederlandse distributeur. De vertegenwoordiger van de communicatieapparatuurbranche is Selexis. Lucien, de politie, de brandweer, havenbedrijven, voetbalstewards, ze maken allemaal gebruik van portofoons. Wat maakt dit zo'n populair product? Radio is een uniek product. Je maakt op een vrij eenvoudige manier je eigen netwerk. En als gebruiker bepaal je dan ook je eigen spelregels. Het is eigenlijk ook het enige missiecritische radiocommunicatieoplossing. Het is direct, het is snel. Het is efficiënt en daarmee verhoog je ook je productiviteit. Je kunt snel communiceren. We staan nu bij het bedrijf wat 75 jaar geleden al de eerste portofoons introduceerde. Ik neem aan dat er heel veel veranderd is in 75 jaar. De radio werd ontwikkeld in eerste instantie voor gebruik in auto's. En daarmee was het ook een goed medium voor politie om te gebruiken. Door de jaren heen talloze doorontwikkelingen voor politie, brandweer, ambulances, defensie. En we kennen allemaal het C2000-netwerk, het netwerk voor openbare orde en veiligheid. Maar ik kan me voorstellen dat het productportofoon heel erg veranderd is, ook vanwege het internet. Hè? Vanwege het netwerk, IP-netwerk waar het aan hangt. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? We kennen allemaal het begrip VoIP, Voice over IP. Wat minder bekend is ROIP, Radio over IP. Dus eigenlijk de producten die we vandaag de dag leveren zijn producten waar IP-adressen in zitten. En dat maakt het als product makkelijker toepasbaar in de totale communicatieoplossing, omdat het een digitale versie is. En een groot gedeelte van jullie service is dus dienstverlening. Hoe bouwen jullie een relatie op met de klant? Ons motto is Sense of Community. En dat is niet een loze kreet, dat is werkelijk wat wij willen doen. Onze community is het handelspartnerkanaal met onze leveranciers. En de bedoeling is dat wij onze bijdrage leveren. Dat wil zeggen, wij moeten en afnemer en leverancier faciliteren met de business. Michel, hoe werken jullie samen met jullie distributeurs? We doen het tweeledig. Aan de ene kant hebben we onze directe partners. Die kopen rechtstreeks bij ons in en verkopen rechtstreeks aan hun eindgebruikers. Aan de andere kant hebben we distributie. Die kopen ook rechtstreeks bij ons in, maar verkopen aan hun resellers. En die verkopen het uiteindelijk aan de eindgebruikers. Hoe belangrijk is de feedback van resellers, distributeurs, andere soort klanten op de ontwikkeling van jullie producten? Heel belangrijk, zonder klanten bestaan we niet. En we doen dat op verschillende manieren. We organiseren regelmatig klantenevenementen waar we luisteren naar klanten en zeggen van nou, dit zijn nieuwe producten, wat denken jullie ervan? Nieuwe functionaliteiten. Aan de andere kant hebben we in Denemarken een onderdeel van de Chief Technology Office. Dat naar Amerika, onder Amerika valt en die komen regelmatig over met nieuwe producten, toekomstige producten en leggen dat voor aan onze klanten om te kijken wat hun mening daarover is en hoe ze dat zien. Marco, wat voor producten en diensten levert Selexis allemaal? Selexis is sterk in portofoons en mobiele phones, eigenlijk al vanaf de oprichting. Motorola, we voeren het volledige Motorola portfolio. Van de consumentenproducten die je bijvoorbeeld gebruikt op het moment dat je op vakantie gaat en wilt communiceren onderling, tot aan de grote netwerken die gebruikt worden in bijvoorbeeld de publieke veiligheid of industriesector. En wat is de reden dat Selexis zo succesvol is? Ja, de reden daarvan. Ik vind zelf dat Selexis is altijd met beide benen op de grond blijven staan. We zijn een platte organisatie en denken vanuit en voor de klant. We zullen nooit een sportwagen aanbieden wanneer een personenauto wordt gevraagd. We proberen daardoor dus altijd goed te adviseren. En daarnaast zijn onze collega's, onze medewerkers natuurlijk erg van belang. We zijn een jong en fris team en proberen altijd het maximale eruit te halen. En ook hier weer is het belang dat de partner vooraan en bovenaan staat. Ja, want jullie luisteren dus naar de klant. Hoe werken jullie verder samen met hun? Hoe gaat dat hele proces? Nou, we werken op zoveel mogelijk manieren samen. Natuurlijk willen we de kennis overdragen en de nieuwste producten leveren. Maar daarnaast proberen we ook op marketing- en promotiegebied heel erg samen te werken met onze partners.
Zo organiseren we vele trainingen, komen we op locaties en proberen we ook op marketingpromotiegebied de dealer met ideeën te laten komen. Dus wij proberen onszelf zoveel mogelijk weg te cijferen om onze partners te ondersteunen en de markt te laten ontwikkelen. Hoe zorg je er nou voor dat klanten altijd tevreden zijn? Dat is iets waar we continu aan werken en dat is wel een erg lastig punt. Maar het begint eigenlijk al bij discreet zijn en meedenken met de partners. Dat is iets wat erg belangrijk voor ons is. We proberen altijd het maximale uit de samenwerking te halen en onszelf volledig weg te cijferen. Waar staat Selexis over 5 jaar? Selexis is over 5 jaar nog meer een value-added distributeur. We doen dit door onze kennis en kunde op niveau te houden. Altijd het maximale proberen te pushen uit onszelf. En daarnaast is Motorola over 5 jaar nog marktleider. En zullen wij het volledig portfolio nog steeds voeren.